And so therein lies the most important irony. He breaks the Enigma code, which is like an amazing feat that was critical during World War II. And we beat the Nazis who were putting gay people in concentration camps. Totally. And then we turn around and say, hey, thanks a lot, but you're gay, so we're gonna chemically castrate you. The kind of thing that the Germans would have done. Nobody, no one jumped up and said, hey, right, like, let's just change it to maybe 30 days in prison. Like, so we don't chemically castrate him. Like, that's horrible. But like, what kind of choice is that to give somebody? And the fact that they did that to him, I mean, the fact that they did that to anybody is revolting. Not yeah. 1852. Right, exactly. This wasn't during the Salem witch trials, man. Talladega County Representative Steve Hurst now wants to surgically castrate pedophiles whose victims are younger than 12. But the ACLU sees it differently. They've opposed the castration idea before, arguing inmates might agree to it, thinking they'll get released early. Natuurlijk een evenwicht, het is een hormonaal evenwicht. De testes die worden dus weggehaald, die hebben een dubbele functie. Ten eerste produceren ze het sperma, het mannelijk zaad, maar ten tweede zijn het endocrine organen die een hormoon produceren. Nou, de hormonen, die zijn er vele in ons lichaam. En die vormen een soort netwerk die elkaar, als het ware, met elkaar samenspelen en een evenwicht houden. Haal je er opeens één uit, dan verstoor je dat evenwicht en moet zich een nieuw evenwicht instellen. Ten gevolge daarvan zullen er ongetwijfeld hier en daar wel eens wat dingen gebeuren die je zegt, ja, dat is normalerwijs is dat. Unlike other glands, endocrine glands secrete their products, called hormones, directly into the bloodstream. The powerful hormones travel everywhere in the body, influencing every aspect of life in very specific ways. Many parts of the body secrete hormones, but six major types of glands are of particular importance to adults. They are the islets of Langerhans in the pancreas, the thyroid and parathyroids, the adrenals, the gonads, and in the head, the pituitary. Ze klaagden wel over bepaalde facetten. En dat was dat ze wat zwaarder van lichaamsbouw werden. Dat ze iets minder baardgroei hadden. Iets meer bustevorming hadden. Toch wel snel moe waren. En sommigen ook wel eens wat depressief waren. Dat waren zo de belangrijkste symptomen en verschijnselen die je zag. Hè. En daarom zag je ze wel eens terug als psychiatrische patiënt, maar dan in een depressie. They've opposed the castration idea before, arguing inmates might agree to it, thinking they'll get released early.
Thank you.